synchroon 5 minuten na de tweede goal fout de beslissende nummer 3. De voorzet is van Van Goeten, de goal van Rossini, 2-1. Die stand van... Strul, Doel, verliest van Vlemings en dan Rossini! 1-1, hier wint Vlemings dat kopbalduel tegen Doel. En dan wordt dat een assist voor Rossini, die dat prima afwerkt. Van Goeten, en dan is het 2-2 en dan is het ook Rossini die zijn tweede doelpunt maakt. Zijn derde doelpunt in twee wedstrijden, zijn tweede vanavond. Het was moeilijk daar in het pak op die hoekschop van Van Goeten, maar hij komt er mooi bovenuit. Dunkovic recupereert en invaller Rossini zorgt voor 1-5. Lijkt hij niet echt dol van vreugde. KV Mechelen wint overtuigend van Tubeke met 1-5. De eerste zege voor de Mechelaars na de winterstop. 30 minuten, maar mag nu opnieuw een vrije trap nemen met Imschoot. En daar is Rossini en het is 0-2. Zo eenvoudig is dat bij KV Mechelen. Als de vrije trappen van Christophe Imschoot goed worden genomen, dan wordt er gescoord. Het is eigenlijk pas de tweede kans. En echt een kans kan je het uiteraard niet noemen, want het komt vanuit een stilliggende bal. Niet uitgespeeld is de kans, maar Rossini goed positie gekozen. En vlekkeloos binnengekopt in Bertelet. Is opnieuw kansloos in op de tribunes. Gaan ze koffie nuttig. Zo'n 10 minuten voor tijd, corner voor Mechelen. En Rossini bezorgt Malinwa met zijn vijfde kopbalgoal van het seizoen de overwinning. Genk laat opnieuw een kans liggen om derdes te worden. Mechelen is nu al anderhalve maand onklopbaar.